DNA is de stof in ons lichaam die alle erfelijke informatie bevat. In het DNA ligt bijvoorbeeld vast wat voor kleur ogen iemand heeft. Ieder DNA is uniek. Alleen eeneiige tweelingen hebben hetzelfde DNA. Bij alle andere mensen verschilt het DNA zo duidelijk dat er nooit twijfel bestaat van wie het is. Sinds 1 februari 2005 is de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden van kracht. Mensen moeten nu verplicht DNA-celmateriaal afstaan wanneer zij veroordeeld zijn voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. In artikel 67 van het wetboek van strafvordering wordt aangegeven welke misdrijven dat zijn. Maar de wet geldt ook voor een aantal misdrijven waarop in de wet een lagere maximale gevangenisstraf staat, zoals eenvoudige mishandeling. Ook deze zijn in artikel 67 van het wetboek van strafvordering te vinden. Er wordt dus gekeken naar de maximale straf zoals die in de wet staat voor een misdrijf en niet naar de straf die de rechter uiteindelijk oplegt. Het Nederlands Forensisch Instituut is verantwoordelijk voor het opmaken van DNA-profielen uit celmateriaal. Het zorgt er ook voor dat het DNA-profiel wordt opgeslagen in de DNA-databank. Ten slotte bewaart het NFI het celmateriaal en zorgt ervoor dat het wordt vernietigd en het profiel uit de DNA-databank wordt verwijderd. Vernietiging gebeurt alleen wanneer het Openbaar Ministerie daarvoor opdracht geeft of wanneer de wettelijke bewaartermijn verstreken is. Hoe lang een profiel en celmateriaal worden bewaard hangt af van het feit waarvoor iemand is veroordeeld. Als de wet voor een strafbaar feit een maximale straf stelt van tenminste 6 jaar, blijven de gegevens 30 jaar bewaard. Voor minder zware delicten, met een maximale straf van minder dan 6 jaar, mogen het celmateriaal en het DNA-profiel niet langer dan 20 jaar bewaard blijven. Meldt iemand zich niet, dan vaardigt de officier van justitie een aanhoudingsbevel uit. Dit betekent dat iemand op ieder moment kan worden aangehouden en worden overgebracht naar een politiebureau, waar diegene alsnog wangslijmvlies moet afstaan. Bezwaar maken tegen afname van vingerafdrukken en DNA-celmateriaal is niet mogelijk. Wel kan er bezwaar worden gemaakt tegen de opname van het DNA-profiel in de DNA-databank.